Welkom bij een nieuwe Shein video. Ik heb allemaal dingetjes besteld die ik vandaag aan jullie ga laten zien. Ik ben super benieuwd naar alles wat ik heb besteld en hoe het er natuurlijk uitziet. Ik hoop jullie ook. En zo ja, doe dan zeker een dikke duim omhoog. En laten we maar gaan beginnen. Oké, ik heb er allemaal dingetjes. Die ga ik even aan de kant schuiven. En dan begin ik maar eens met deze. Een leuk roze blouseje voor in de lente, in de zomer. Kijk, hier moet hij open. Deze is besteld, heb ik besteld in een maatje S. Hij is lichtroze, zo ziet hij eruit. Het is een gewoon normale lengte blouseje, gewoon lichtroze. Mouwen zijn wel 3/4. Verder is het gewoon een normaal blouseje die je ook kan knopen, maar ook gewoon normaal kan dragen. Hij voelt prima, hij is wel een beetje dun. Dus ik kan er licht, heel licht doorheen kijken. Maar verder ziet hij er prima uit en voelt hij prima. Dus laten we de allereerste maar aantrekken. En alle linkjes en alle prijzen die staan natuurlijk onder in de beschrijving. Net als mijn kortingscode bij Jill55. Nou, dit is het topje. Aan de ene kant heb ik hem opgerold en in mijn broek gestopt. En aan de andere kant ziet hij er gewoon uit. Het is mijn mouw gewoon lang. Hij schijnt wel een beetje door. Maar voor de rest maakt het eigenlijk niet uit. Want ja, het is eigenlijk gewoon een zomerblouseje. Kan je natuurlijk ook open dragen met een bikini eronder of een leuk topje. Dus ik vind het wel een leuk topje. Dus ik krijg een duim omhoog. Nu ik toch in de blouse zit, gaan we gelijk naar deze Motif. Nou, dit is echt een hele goede kwaliteit. Die ze, merk om het zo goed gezegd hebben, die ze verkopen op Shein. Dit is een blouse die ik besteld heb voor mijn mans, voor mijn moeder. Zo ziet hij eruit. Hij is wel lekker shiny. Er staan allemaal soort, ik weet niet precies of jullie het goed kunnen zien, maar bloemetjes op. Hij is een beetje in een goudachtig kleurtje, goud crème kleurtje. Hij voelt goed, hij is wel erg dun, maar ja, hij is wel lekker luchtig voor de zomer natuurlijk. Verder voelt hij goed, je moet natuurlijk nog wel strijken, want hij is een beetje gekreukeld. De mouwen zijn normaal en de lengte van het blouse ook. Dus ik denk dat het wel een goede aankoop is. Dus ja, mijn moeder gaat ze passen, maar die gaat natuurlijk niet op beeld. Dus die zien hem alleen op deze manier. Nou, laten we alweer doorgaan naar de volgende. En ik pak deze. Deze heb ik besteld in een maatje S. En ik denk dat het een jurkje is. Even kijken. Oh ja, hij is nog niet helemaal opgevouwen. Ik moet even kijken hoe die zit. Oké, hier heb ik een arm. Het is trouwens een vouwjurkje die je gewoon in elkaar vouwt. Oké, ik denk dat dit de achterkant is en dat dit de voorkant is. En dat je met de knoops die hier zit, dat je hem aan elkaar knoopt. Nou, ik kan het nu niet zo goed zien. Deze heb ik besteld in maatje S. Maar als ik hem aan heb, denk ik dat jullie het wel beter kunnen zien. Hij is wel kort, heel kort. Dus ik denk dat het meer iets om aan te trekken is over een bikini. Om even naar het strand te gaan. In plaats van een jurk die je denkt, ik ga even lekker naar buiten chillen in de speeltuin. Maar we gaan het zien, dus we trekken aan. Nou, deze jurkje. Ik vind het een erg leuk jurkje. Het is een rap jurkje. Ik vind het ook erg leuk voor naar het strand. Gewoon een bikini eronderaan. Maar hij is net iets te kort voor bijvoorbeeld op de scooter of op de fiets. Dus doe dat maar niet. Ook omdat als er wind waait, dan gaat dit zo open. Zoals hier bijna gebeurt. Dus dat doen we maar eventjes niet. Maar voor de rest vind ik het wel een heel leuk en schattig jurkje. En we gaan weer door naar het volgende. En ik zie iets groens dat wel een beetje mijn aandacht trekt. Dus daar ga ik voor. Deze heb ik ook besteld in een maatje S. Oké. Het is een crop top. Zo te zien met doorzichtige mouwen. Hij is natuurlijk groen, zoals je kan zien. De mouwen zijn doorzichtig en heeft een soort van blaadjes als textuur erop, als printje. En dan hier de mouwtjes. Hier hebben we ook een elastiek erin zitten, zodat hij goed om je arm heen zit. En er zit hier ook een touwtje, zodat je hem kan opkroppen. Je kan hem nu niet zo heel goed zien, maar dat zie je straks wel als ik hem aan heb. Hij ziet er wel leuk uit, maar hij doet me ook wel een beetje elfjesachtig denken. Maar misschien is hij wel super leuk. We zullen het zien. Nou, deze topje, zo ziet hij niet opgekropt, maar je kan hem natuurlijk ook gewoon opkroppen. Je kan hem tot hier doen. Maar zelf denk ik dat ik hem zo wel een beetje het leuk zit of een beetje een kop opgekropt hier. Ik vind hem wel leuk, hij zit ook goed. Dit is de achterkant en dit is dus de voorkant. De mouwen zien er ook wel leuk uit, gewoon lekker zomers, lekker lente. En we gaan weer door naar het volgende en dat is deze. Dit is een jasje en deze heb ik voor een collega van mij besteld. Zo ziet hij eruit. Er moet nog wel een riempje omheen. Die zit er natuurlijk niet bij. Dit zijn normaal gewoon normale lengte volgens mij. Ze zijn wel hier open aan het einde, zoals je kan zien.
En voor de rest loopt het gewoon normaal. Het is wel een dun jasje. Er zit ook geen ik weet niet, voering in. Ik wil even niet op de naam. Maar we gaan kijken hoe het staat. Want je mag natuurlijk nooit iets zeggen van hoe het eruit ziet. En waar de prijs en het linkje staan onder in de beschrijving. Zo ziet het eruit met het riempje. Het riempje zit er vast. De open is wel erg breed. En de rest zit hij wel normaal. Hij moet nog wel gestreken worden. Want ja, hij kreukelt natuurlijk heel erg veel. Verder is zit hij wel goed. De lengte is goed en de breedte is goed. Ja. Dus ik geef hem een half duimpje. Nou, we hebben nog maar 6 items. Dus ik pak hier weer eentje. Zo. Dit zijn ja, een beetje leuke topjes. Gewoon lekker voor in de zomer. Het is een topje. Maar het heeft hier een hap uit. Dus je hebt een soort van eentje die om je nek gaat en om je schouder. Dus dan heb je dit gedeelte dat dan bloot is. Wel lekker voor in de zomer natuurlijk. Zo ziet het dus uit. Het zijn een 2 verpakking. Want je hebt hem in het zwart. En je hebt hem in het donkerblauw. En zij vallen allebei hetzelfde. Dus laten we gaan kijken. Nou, deze topje. Ik vind hem erg leuk. Ik heb nu een blauwe aan. Ik heb ook een zwarte. Hij is wel een beetje te groot. Dus ik had hem maatje kleiner kunnen nemen. Maar ik heb ook dit keer een M besteld. Dus gewoon voortaan bij een S'je blijven. Maar voor de rest ziet hij wel gewoon leuk. Nu gaan we weer door naar de volgende. En ik heb natuurlijk ook een kortingscode die jullie kunnen gebruiken. Die staat ook in de beschrijving. Bij Jill55 voor 50% extra korting. Dus als je iets bestelt, gebruik dan zeker die kortingscode. Ik heb er ook nog topjes in een maatje M voor mezelf besteld. Dit is een topje, die is normaal, maar het heeft hier een knoopje. Ik dacht, die zijn vast wel leuk om gewoon lekker mee naar het strand te gaan. Bikinietje onder. En die heb ik hier in zwart. In grijs. En in een hele lichte... Nou, in een lichtblauw. Ik dacht, we gaan passen en we gaan kijken hoe het staat. Misschien ziet het wel super leuk. Dit is het zwarte topje. Nou, hij is super krop, maar ik vind hem wel eigenlijk erg leuk. Ik ben blij dat ik een M'tje heb besteld, want deze is wel best krap. Dus ik zou inderdaad een maatje omhoog gaan en ook kijken naar de tabel, want daardoor heb ik ook een M gekozen. Nou, dit is de achterkant en dit is de voorkant. Ik vind hem erg leuk uitzien en hij zit lekker, dus ik krijg een duim omhoog. En dit is hem in blauw. Ik heb natuurlijk ook in het grijs, maar ja, dat wordt te grijs. Maar hij is wel leuk. Nou, we hebben nog 4 items. Dus laten we doorgaan naar deze. Oeh. Oh, er zit hier nog van die dingetjes in voor een strepdus BH. Dat je gewoon, ja, handig voor van die doorzichtige bandjes. Die zie je dus niet. En dit is een jurk. Met 1 mouw. Die loopt dus zo. En dan loopt die hier zo onder je arm. Dit vind ik een erg leuk jurk om mee te gaan stappen. Of gewoon een leuk feestje. Hier is aan de linkerkant is een beetje opgekropt. En aan de rechterkant is gewoon normaal. Dus we gaan hem kijken hoe die staat. En we gaan hem passen. Hij ziet er voor de rest wel erg leuk uit. Er zit trouwens ook nog een leuk glimmertje in. Nou, deze jurk. Ik vind hem wel leuk. Nou, hier loopt hij natuurlijk lekker lang. En er zit hier ook aan de binnenkant speciaal voor die bandjes om hem overheen te doen. Die heb ik nu niet aan. Maar voor de rest ziet hij er wel gewoon prima uit. Ook hoe dit loopt. Nou, dit is dus de achterkant. En dit de voorkant. Deze is ook een duimpje omhoog van mij. I like it. Nou, we hebben er nu nog maar 3. Dan gaan we naar deze. Deze heb ik ook besteld in een S. Oeh, wat is dit? Oh ja, dit weet ik nog. Dit is een crop top. Deze vond ik ook erg leuk om te stappen. Hij heeft hier een kantje aan de onderkant. En hij is hier een beetje gekropt. Dus hij het is ook een V-hals. Dat vind ik altijd wel leuk. Lange mouwen. En hij is ook lekker dun, dus dan is het ook wat luchtiger. Anders krijg je het super warm erin. Maar voor de rest ziet hij er wel leuk uit. En ook omdat dit gewoon natuurlijk kant is, dan zie je dat er doorheen. Wel super schattig. Dus laten we hem aantrekken. Nou, dit is het topje. Ik vind het wel leuk. De mouwlengten zijn goed. En hier dat kant ook. Maar mijn arm moet ik maar niet omhoog doen, want dan wordt hij een beetje te klein. Maar voor de rest is het wel leuk. Maar ik denk dat ik hier misschien een maatje groter van had moeten nemen. Maar voor de rest vind ik hem erg leuk. En dan gaan we nu alweer naar de ene laatste. En dan pak ik deze witte erbij. Zo. En dit is een beetje, ja, hoe moet ik het noemen? Een blouseje. Het heeft van die leuke armpjes, pofmouwtjes, als je ziet. Het heeft hier ook een soort kantje. Ja, het is een kantje hier tussendoor. En dan ga je weer over naar die stipjes. Hij is ook een beetje doorzichtig, maar dat is ook natuurlijk het leuke eraan. Hij heeft hier van die soort, ja, ik noem het boho-touwtjes. Ik vind het wel erg leuk. Gewoon voor, is echt een zomerstopje. Ziet er ook leuk uit. Ook gewoon lekker in de avond mee naar het strand te gaan. Want en te vluchtig. Maar ook weer warm houden. Omdat het lange mouwen heeft. Dus ik vind het wel leuk. Laat hem passen.
Nou, dit is een short. Ik vind hem wel leuk. Hij is misschien een beetje breed, maar dat maakt de rest niet uit. Je kan hem ook in je broek stoppen zo. Maar ik denk dat ik hem toch zoiets leuker vind. Maar ja, hij staat wel leuk. En dit kun je natuurlijk ook gewoon opknopen. En hij is lekker wel luchtig voor in de zomer. En dan gaan we nu alweer door naar de allerlaatste. En dan gaan we eens kijken wat erin zit. En dat is dit topje. Nou, zo ziet hij eruit. Met mouwen dat leidt tot een soort van flare. Natuurlijk is het geen flare broek, maar dit zijn flare mouwen. En het heeft ook nog een bandje aan de onderkant die je om je buik knoopt. En dan aan de achterkant vastknoopt. Nou, hij is wel natuurlijk krop, zoals je kan zien. Maar het geeft ook wel weer wat leuks. Dus laten we het allerlaatste item gaan passen. Nou, dit is het topje. Ik vind de flare mouwen erg leuk. En ook dat hij zo zit. Ja, hij zit wel een beetje strak, want ik heb hier een heel klein strikje. Maar verder is hoe die loopt, vind ik wel erg leuk. Dus deze krijg ik een dikke duim van omhoog van mij. Nou, dit is wel al het einde van de video. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Dus doe zeker een dikke vette duim omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Bij Jill natuurlijk. En mogen dit volgen op Instagram en TikTok. Bij Jill Griekse IT. Doei!